Ik zei, we gaan een Tatjana-kalender doen bij drie kratjes bewaaien. En ik keek zo over dat brilletje. Jij bent hartstikke gek. Peter, Thijs. Ik heb mij dus laten vertellen dat die Tatjana-kalenders van de jaren 90 van Bavaria zo succesvol waren dat er zelfs eentje in het Koninklijk Paleis aan de muur hing. Nou, dat zou zomaar kunnen. Wat ik nu ga vertellen, dat is allemaal op dezelfde dag gebeurd. Zo kwam ze aangereden op een warme zomerdag. Ja. Nou, dan zien ze dus ineens Tatjana uit die auto stappen. Zij stapte uit en natuurlijk het hele kantoor hing buiten. Het was een warme zomerdag. Ja, warme dag. Dus de... Ze had geen bontjas en... Nee, zeker niet. Zeker niet. Ja, dan komt ze binnen. Ja, dan komt er ook gewoon een wervelwind binnen. Dan is het gedaan met de rust. Naar aanleiding van de geweldige dia's kregen we al snel het idee om bij drie kratjes Bavaria een kalender te doen. Zo ontstond het idee. Maar ja, dan moet je naar Peter. Nou, met mijn bakje naar boven gelopen. En oom Peter die zit zo in wat stukken te lezen met zijn leesbrilletje. En ik zeg, oom Peter, ik heb een idee. Ik zeg, we gaan een Tatjana-kalender doen bij drie kratjes Bavaria. En ik keek zo over dat brilletje. Je bent hartstikke gek. Ik zeg, nou, ik schuif zo dat bakje naar hem toe. Kijk, dit zijn het oorspronkelijke bakje. Dat meen je niet. Nou, en zo ging dat dus. Nou ja, zeg. Hij maakte dat bakje dicht. Schoof het bakje naar me toe. En zei, Thijs, ga je gang. Denk wel aan het budget. Zo professioneel gemaakt en voor die tijd niet over het randje, verre van dat zelfs. Ja. Nou, toen dacht ik, dat kan gewoon doorgaan. Ja, en toen ging het helemaal los. En dat het zo'n succes zou worden, ja, dat kon ik ook niet bedenken. Kon niemand bedenken. Gewoon lekker eigenwijs. Heerlijk. Ja, en snel besloten. Proost. Proost.